knippen en plakken, kan dat ook hierin. Mm-hmm. Hoi, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben nog steeds met Twinkle. We hadden net de make-up tutorial, of tenminste de make-up video gemaakt. Totdat ik het zo moest huilen een paar keer. Het is echt een wonder dat ik nu kan kijken, want echt, oh mijn god. Echt wat een moeite. Maar we dachten, nu we toch bezig zijn, waarom doen we niet gewoon de best friend tag? Oké, dit is de algemene vraag. Wanneer en hoe hebben we elkaar ontmoet? Op school. Ja, 3 jaar geleden. Ja, wat het was, zeg maar, kennis ging om met iemand waar ik een beetje een soort onenigheidje mee had gehad. En ik zat in de 4e en kregen we de lijst, zeg maar, toen naar de 5e ging, naar welke klasse gingen. Toen zagen we elkaar staan. En ik zag haar naam als 3e op de lijst staan. En ik heb gelijk een meid waar ik mee omging. Ik zeg, oh mijn god, ik zit met Kenza, wat nu? Dit wordt een erg jaar, zeg ik tegen haar. Ja, dat is niet wat ik zei. Ik zei het iets onaardiger, maar... wordt een heel vervelend jaartje. En ik had tegen die vriendin gezegd van, ja luister, ik sta buiten al jullie drama. Dus ik geef iedereen een chance. Ja, thanks for the chance, anders had ik jullie niet. Grapje. Maar ja, dus toen... Ik weet niet, was volgens mij echt een keer een les of zo? Ja, toen zaten de hele klas met elkaar te lachen. En jij zat denk ik voor mij of zo. En toen dacht ik, oh, we kunnen wel lachen met elkaar. Ja, so our friendship was built. Born. And it's still going strong. Still going strong. Volgende vraag. Wat zou ik meenemen als ik gestrand was op een onbewoond eiland? Jij neemt dus mozzarella mee. Jij neemt je DJ-set mee, denk ik. Muziek neem ik mee, denk ik. De auto mee. Denk ik nog je vader meenemen, denk ik. Dat denk ik ook. Ik denk dat jij je vader mee zou nemen. Dat denk ik ook. Oké, volgende vraag. Wat is mijn ideale partner? Nou, van Kenza is iemand die wel lief voor haar is. Moet denk ik snel reageren op WhatsApp. Dat valt echt nu wel mee, maar vroeger was ik wel echt zo. Even kijken. Spontaan. Spontaan, grappig. Beetje brutaal, maar ook niet te brutaal. Jouw ideale partner moet humor hebben. Ja. Hij moet jou echt aan het lachen kunnen maken. Hij moet wel slim zijn, maar niet te nerdig. Ja. Wat is mijn droombaan? Dat is moeilijk, want dat weet ik zelf bijna niet. Modejournalist of zo, weet ik veel. Denk ik. Jij? Advocaat, maar ik denk dat jij wel een echte rechter zou willen worden. Ja, het ligt eraan. Ja, het ligt er echt aan. En dan, jij wil denk ik wel echt een beetje die moeilijke zaken doen. Als advocaat, zeg maar. Dus niet, toch? Ja, we zullen net zien wat de toekomst brengt, hè? Maar dat zou je denk ik wel willen. Ja, ik zou beetje wel serieus, ooit rechter willen worden. Maar iedereen die me nu kent zegt, ja, dat kan je niet doen. Want je gaat tegen het lachen, dat soort dingen. Ja. Oh, dat wordt zo grappig dan. Oh. Ik ben benieuwd. Wat is onze favoriete herinnering? Even denken, dat is wel lastig, want we hebben wel wat best wel wat herinneringen. Maar ik weet een leuke. Huh? Dat we allebei waren gevallen. Ja, oké. Okay. Ja, ik ging eerst, dat doe ik en zo met mijn been. Maar die van jou was heel erg, want die van jou was op de rode loper. En ik stond op de foto terwijl ik op de grond lag. We hadden dus eindgala. En we zijn ook samen op vakantie geweest, dat was ook leuk. Mm-hmm. Alleen we waren allebei een beetje ziek geworden. Ja, maar ik denk gewoon... Ja... We hebben best wel veel leuke... Ik vond vorige keer... Wij zijn nu zeg maar dus bezig met spontaan doen en zo. En het werkt wel goed. Want nu af en toe dan willen we ergens heen gaan. Dan gaan we gewoon random ergens heen. En dan vermaken we ons ook echt gewoon, weet je wel. Mm-hmm. Wij vermaken ons sowieso wel. Ja. Al zitten we de hele dag thuis. Dat doen we nu ook. Dus dan doen we dit. Oké. Waar denk ik het meeste aan? Op een dag? Een beetje stress of zo, denk ik. Of school. Ja, voor mij geldt dat wel. Waar denk jij het meest aan? Dat is echt een moeilijke. Ik denk de toekomst. Ik denk niet zo vol. Nou ja, in ieder geval je leven er later uit wil zien. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Oeh, daar gaat hij. Ga ik ook. Nee, maar ik kan nog niet. Ik weet eigenlijk niet.
Jij denkt... Ik weet niet wat ik aan het nadenken ben. De zomer. Ja. Ja. Gewoon leuke dingen doen. Leuke dingen. En school ook wel, hoor. Ja. That's all. Hoeveel kinderen wil ik? Jij wilt er sowieso minimaal 2? Maximaal 2. Oh, echt? Ik denk het wel. Ligt eraan. Kijk, ik vind eentje zo zielig. 2 vind ik eigenlijk precies goed. Maar 3 zou ook wel gezellig zijn. Ligt eraan. Ligt echt aan, hoor. Bij mij komt het denk ik echt omdat ik ben opgegroeid met mijn broer. En ik denk nou, dan denk ik ook 2. Ja. 2 is denk ik genoeg. Nou, dit was het dan weer, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen. En volg ook de andere drie helden. En ik zie jullie de volgende keer.